Tijd. Al die verplichtingen. Ach ja, hoort erbij. En hier ziet er een beetje creepy uit zo. Hier, Rabout. Goedenavond. Goedemiddag. Nog geen avond. Hoe is het met de vakantieganger? Heerlijk rustig. Geniet er nog maar van. Dat verandert alweer als de vakantie voorbij afgelopen is. Kijk, waar waren we gebleven gisteren? Gisteren hebben we Dina achtergelaten en zijn we met dingen naar buiten gelopen. Alles op stil en mijn nieuwe besteding besteld. Kijk, lekker. En dat heb ik ook gedaan toen ik het vakantiegeld binnen had meteen. En die bevalt me hartstikke goed. Ja, vakantiegeld op, rekening leeg. Inderdaad. Nou, laaien, het duurt wel even. Maar wat heb je besteld? Een Intel of een AMD? Maar wel een hele mooie machine. Kan ik AMD 12 voor 3950X? Oké. Okay. Ja, ik heb één maatje kleiner, de 3900X heb ik. En dan de boxed, wat is het? Skycooler geloof ik dat erbij zit. Ja, 32 gig heb ik ook. Dat was 15 duurder geloof ik dan 16 gig. Oké. Nou, die zat erbij bij mijn cooler. Dat was een boxed cooler dus, ja. Oké. Ik was er in eerste instantie nog over aan denken voor een waterkoeler, maar kijk wel eventjes hoe de box is. Ik heb een 512 M1. Maar daar staat ook alleen Windows op. En de programma's die ik geïnstalleerd heb. De rest staat toch op andere SSD's. Tell her you knew. That's what you're... I wasn't. Waarom stop jij? This aquarium a wolf face? I don't think so. Nora said Abby's hiding out there. You get her to tell you why they did it? Yeah. Joel had falling out with some fireflies. No, former fireflies. What kind of falling out? Well, it's the PlayStation 4. And they disagreed about some goods. Shit. Locked. Is niet blokt. Is ook een PlayStation exclusive deze game. Maar binnenkort komen er wel twee naar de PC die van de PlayStation afkwamen. Dat te zien. Dat is niks. Death Stranding en Horizon Zero Dawn komen naar de PC. Okay. Not happening. Told you. Just checking. You ever worried they're gonna come back to Jackson? Hele goede games.
Sowieso de games van Quantic Dreams. Kijk goed, zijn al op de PC. Didn't Abby and her friends come to Jackson because of something Joel did? This place isn't like Jackson. I mean, Joel and Tommy helped Abby when she got attacked. These people are trying to kill everyone around them. I mean, they shot you on sight, didn't they? Yeah, they did. Maar dat zijn meer verhaalgames. Wel hele goeie trouwens. Heavy Rain. Volgens mij dingen ook. Hoe heet die met die robot? Of met die android? Detroit Become Human. Die zijn al op de PC als het goed is. Hey, give me a hand. Through here. I just gotta ask. Why didn't she tell me about it? The pregnancy. Listen, I'm sure she'll tell you about it when she... going down today. All the units are being rounded up. Who did you hear it from? Top man himself. We'll make sure this area is clear, wait for the other units, and then take the fight to the Star. So, last time... It won't be like last time. Here we go again. Oh, good. I'll upload 2. Don't act like there's a choice, man. Think of what'll happen if we succeed. Was 2. Green bitch. Kan nog supplies leggen. Silencer. Oh crap, nog meer. That'll do it. Mooi. These wolves, man. So trigger happy. They're at war with this fucked up cult. Heard them talk about it. Seraphons or something, Seraphites. Scars is all I've heard them called. You run into any? No. You're lucky. Geen idee waarom daar touwen hangen. Niemand van jullie ammo bij, echt serieus.
Geen zin om door de deur te gaan. Heb ik nooit begrepen, het concept van een glazen deur. Die op mijn grote pickaxe zit. Ja, maak dan gewoon een deur met een raam in. Dan heb je ook licht. Wel minder, maar heb je wel licht. En dan zie je tenminste dat het een deur is. Oké. Daar lag nog slot. Okay, now what? Maybe we can head down there? What's here then? What's up with all these posters? It's a bunch of comics. Wait, what was happening here? A gathering for people who were really into this stuff. Like you, basically. We were born in the wrong time, man. Dat loopt hartstikke dood. Dat is ook allemaal dicht. Eruit. Ja, die hint heb ik niet meer nodig. Dat loopt dood. What were you saying? Before? About Dina. You said she'll tell me when...
Once things are wrapped up here. I guess at some point it'll get pretty hard to hide it. Do you know if she's gonna keep it? I don't. Frischrad. Look at this mess. The aquarium. It's right next to that Ferris wheel. He's hoping Tommy has the same info. Damn it. Looks like we're swimming. Yep. Dus deel 2 van de game. Dus inderdaad in Seattle. I don't hear anything. Is that it? Well, looks shy. I think so. Okay. Dat is heel erg, vind. Super veel shotgun shells heb ik niet. Deel 1 is van ver voor de corona. Dus bij de release van PlayStation 3 geloof ik. 2013 of zo. Ja, 7 jaar geleden. Ik weet alleen nog niet wat. Hoe het gekomen is, zeg maar inderdaad, mensen raak gebeten of wat dan ook, en veranderen ook in geïnfecteerden. En maar. Ben ik als Ali immuun daarvoor? Ja, er is geen racisme-probleem wat dat betreft. Het virus maakt geen onderscheid. Oké, nu is het. This place looks like a dead end. Ja, I think you're right. Ik heb er niet bij. Op het moment dan. En boven. Hmm.
Ga je daar te wachten? Ga maar over hier, dus helemaal niet heen. Fuck these motherfuckers. Couldn't have said it better. Oké. This way. Okay. After you. Nou heen. Let's see. Ah, we zijn in een of andere biep. If you told me you were leaving. I didn't think you'd be okay with all this. I looked up to Joel. What happened to him was messed up. I would have come. Joel liked you a lot too, you know. He used to think I had a crush on you. Really? I mean, you're handsome and whatever, but I'm not into your type. What, Asians? Yeah, that's obviously what I meant. Pretty messed up. Putting fungus in the kids section. Fungus didn't exactly carry the same meaning back then. Yeah, I guess so. Do you have a favorite book as a kid? Yeah. Battle Ghosts. It's about these space marines who fight off ghosts. Alien ghosts. Sounds like something you'd like. Okay. What about you, smartass? Well, my mom only had this one kid to bring up. The Root Child. About this boy who turns into a forest to save his village. Okay. We're dadelijk terug omhoog. Fresh though. My mom would improvise different endings. This one time, the boy just let the whole village die. It gave me nightmares. It's dark. That's really sweet she did that. Yeah. Mom's a sweetheart. She's gonna go crazy when she hears about this baby. Sure. I could see that. Jesus. What happened up here? These guys really have it in for each other. I think it goes back years. Wonder how it all started. Wel een bloedspoor. Oh, hallo. Wow. This place is fucked. Blood's still wet. Let's get back to the street. Yeah. Ugh.
Nou, zo daar wel weer soldaten tegenkomen. Oeps, daar is dus weg. Oh, is best goed voor een PC. Mis. Auw. Oeh. Jezus. Oeh. Daar. Shotgun shell. That's mine. I think that was the last one. Yeah. This place makes me appreciate Jackson, man. Me too. Wat is zo frappant, hè? Iets NPC's neer die op jou aan het schieten zijn. Dan zou je toch verwachten dat op het minst dat ze ammo droppen van het pistool wat ze bij hebben of het geweer. Maar nu. Videogames helemaal niet. Alsof ze elke keer een laatste bullet schieten als ze op jou schieten. Even bandage. Wacht. Just in case. Tools. Zo.
Hier wat licht. Nope. Hey, why don't we head up to that bridge and get our bearings? Yeah. Nou, volgens mij wil je dat ook niet zien. I think Abby picked the aquarium on purpose because it's so damn hard to get to. Maybe. Oh, workbench. Ik heb niet genoeg voor van upgrade. Oké, helaas. Even terug. Oh, voldoende hebben voor een upgrade erop te zetten. En we inderdaad. Oeh, shotgun. Kunnen we afmaken. Doe maar. Nou, zullen we ook alweer water tegenkomen. Oh, god. How the hell are we crossing this? We could use that road. It's pretty fucking far. Or we use that. Let's try through here. So what's the plan? We take these guys out, steal their boat? Okay, good. Taking their boat. It's up to them if they want to get in our way. Hopefully it's a small crew. Niet zo zou wat schieten. Daar kunnen we toch niet langs. Nee. Hier wel naar beneden. Place is wrecked. You don't say.
komt dat ook op uit. Dat is hartstikke dicht. Waar zijn we naartoe gegaan? Oh, hier langs. Land bridge to the marina. The rest of you, we hold here and wait for orders. What the fuck? We're supposed to wait here while our guys are being sniped? We have our orders. We'll have more than enough people to take care of one sniper. Through here. No, we're taking their boat. You heard them, right? They're talking about Tommy. We don't know that. Who else is it gonna be? If it is him, he'll be gone by the time we get there. Abby's where he'll be headed, so if we just fall... What if he's in trouble? He can take care of himself. Jesus Christ. The best way to help Tommy is to go after Abby. You do this, I'm not saving your ass again. I really hope you make it. I can't go. Wat ben ik naar buiten gekomen, toch? Back up. Where should I put in? Copy. Gamma. We'll pass the info to command. Stand by for further instructions. Over. Copy, baby. You think this affects the raid tonight? I don't know. Control the perimeter. I don't want any more surprises today. You think they're working with the scars? They're not just trying to get through the city. I don't care who they are. I just want them found. It's a trespasser! Take her down! Push forward! S2. Ik weet niet waar diegene is gebleven. Oh, daar is die. Casey!
En die zegt geen fuck meer hoor. Het was al zijn kop. Wat vanaf. Natuurlijk wel het voordat het de rechterkant van mij beschut is. Water. Daarboven zit er nog één. Oh, er komt er eentje aan. Dacht je zelf, soldier. Dat ik er eens ergens anders op gemikt zat. Crap. Yeah, shotgun. Ah, miss. Oh, crap. Waarom had ook iemand me geroepen? Oh, daar ben je ook. Shit. That's no shit.
Peekaboo. Right. Boat. Nou, dat betekent dat ik ze allemaal heb. Dus als we beginnen praten, dan is de combat over. Tijd voor te kijken of er supplies liggen. Best wel wat ammo gebruikt hebben. Oh, wacht, hier zaten we net. Ga je van ammo vroeg? Oh wacht, ik moet even reloaden. Toch nog vol. Dit vol. Ik ga ook even reloaden. En het sensor. Just in case. Mm-hmm.
En dan is de rivier hier. Steady. Ja, dat was ook wel te verwachten dat er niemand volgt, aangezien ik iedereen voor zijn kop had geschoten. Wat? Hier naar binnen? Please go through. Stoffen zelf hier. Oh. 70-12-64. Meer niet. Moet ik wat onder zetten? Moet daar nooit onderdoor. Hoe hier binnen? Nee, daar kon ik niks mee. Moet ik niet opklimmen? Hier al blijft staan is al knap, maar...
Oh, blijft deze openstaan? Dat is ook voor het eerst. Dan moet ik met de boot verder, maar ik wil eerst even kijken of ik hierin kan komen op een of andere manier. Daar ligt die kluis waar ze het over hadden. Iets hebben dat ik overheen kan. De hoek is niet hoog genoeg in ieder geval. Nee, dat werkt niet in deze game. Deuren kunnen we van één kant open. Aan de achterkant zit gewoon een draaiknop. Dat als slot fungeert. Dan kun je ook pallets in het water gooien, maar... Niet... Oh, hier kan ik wel verder. Dat zal de clue zijn. Oké. Waar is Cisco? Tata! Kijk, nu kom dan. Klik. Open. Alright. Wat was 70-12-64 geloof ik? 70-12-64. Duma's supplies. Die heeft een supplement. Laat ik ook eens even kijken of we daar alweer een upgrade kunnen pakken. Nou, ze schreef ook in de brief hè, dat het niet superveel was. Dat dat alles was wat ze hadden. Oh, good.